Ik sta hier op de slotplaats en ik heb een afspraak met Fieke in die toren daar. De bewoonster van het appartement. En zij gaat mij vertellen wat zo bijzonder is aan haar appartement. Ga je mee? Waarom heb jij dit appartement ooit gekocht? Nou, ik heb het gekocht toen ik net na mijn scheiding. En dit was een heel fijn huis wat licht gaf in een wat somberder tijd. Ja, dat zie je als eerste, dat het een heel erg licht appartement is. Nou woon je hier al een paar jaar. Kan je mij vertellen, wat is nou je mooiste moment van de dag? Of waar zit je nou het liefst? Mooiste moment van de dag is als ik thuis kom van mijn werk. En dan heb ik heerlijk het dakterras waar nog de zon is. En als het ietsje later is, zit ik altijd in deze stoel. Dat vind ik heel lekker. En hier achter ons de plek waar ik heel fijn of ik zit of ik werk of zie mijn kamer helemaal. Kijk uit op het groen voor me en rechts van me. Ja. Dus dat is heel prettig. Ja. Fieke, kan jij mij vertellen wat zijn nou de 2, 3 verborgen pluspunten van het huis die je misschien over het hoofd ziet als je alleen naar de foto's kijkt? Nou, wat mij verraste toen ik hier voor het eerst kwam, was de grootte van het appartement. Dus dat je niet voelt van, ah, ik loop een flat binnen. Maar omdat het een verdieping heeft, is het veel meer een volwassen huis. En nummer 2 is, zoals je ziet, is het rondom allemaal vrij. Ja, en heb je allemaal ramen. Ramen, hè? Heb je geen buren, althans niet direct aan grenzen. Dus dat is een heel groot pluspunt. Zelfs als het heel regenachtig is of een beetje bewolkt, een beetje sombere dag, dan komt er nog heel veel licht binnen. Wat een groot pluspunt is, vind ik, is gewoon ook de omgeving. Je bent vrij snel in de natuur, in het groen. En zelfs de heide is vlakbij. Ik ben heel gek op de heide. Dus voor mij was dat heel fijn om er zo dichtbij te wonen. Ja. Nou, Fieke, heb ik eigenlijk nog 2 vragen aan je. Als eerste, wat ga je nou hier het meeste missen? Kan je dat vertellen? Wat ik meest ga missen is hier waar we nu zitten, het dakterras. En daar zit je gewoon zo ontzettend heerlijk en beschut. En je kan er van vroeg in het voorjaar tot laat in de zomer kan je hier heerlijk vertoeven. En heb je nog een laatste boodschap voor degene die komt kijken? Ja, zeker. Als je op zoek bent naar iets wat bijzonderder is buiten de gewone standaard, dan is dit een hele fijne plek. Laten we kijken of we snel de eerstvolgende bezichtiger kunnen begroeten.